dit zien we gebeuren in Barendrecht op de A29. Surfjante Vincent en René worden voorbijgescheurd door een BMW-bestuurder die zijn auto daar graag nog even lekker tussen propt. De actie van vandaag. Maar daar blijft het helaas niet bij. Geen richting aangeven. Dan begint het al en nog niet een keer. Vincent start een trajectmeting. Nou, laat in ieder geval tijd afstand. Wel haast denk ik. Kijk hem eens. Ja. Raar gedrag. De BMW-bestuurder heeft even vrij baan en geeft een dot gas. De surveillanten volgen direct. Geen richting. En de gemiddeld gereden snelheid? 132 is de eerste. Hij nou, staat inmiddels al op 8 in richting. Kijk, dat toch kijk. Ja. Ik laat er niet zometeen ineens de dingen opschieten. Ja, want dan ga ik mee. Nou, ook hier weer. Zie je? Ja. Geen 9 meter tussen. Nou, weer. Dat wil hij allemaal, joh. Nou, kijk of hij hij was wel in de gaten, want hij zit wel in zijn spiegel iedere keer te kijken. Maar als dan zetten we ze wel aan de kant. Voordat het eigenlijk kat en muis verhaal gaat worden. Wat zit hij nou te doen? Ja, hij wil er voorbij. Ja, ja, ja. Gaat hij er voorbij, joh. En dat klopt, want de BMW moet en zal voorbij de Volvo. Dan er maar rechts voorbij. Kijk, die zijn weer rechts. Nou. Die zijn maar niet eens wel klaar voor de 130, hoor. Het gaat natuurlijk helemaal nergens over dit rijgedrag. Want ondanks de drukte houdt de bestuurder totaal geen rekening met zijn medeweggebruikers. Heel bijzonder. Maar het kan nog gekker. Hup, over de vluchtstrook. Kijk, joh. Zomaar eens proberen, je krijgt hem niet aan de kant. Nee, dat is noodzaam bij Schiedam aan de kant. Dat houdt ook niet aan de stok met die Volvo bestuurder. Nou, dat lijkt het wel op, hè? Kijk, hoppa. Geheel in lijn met zijn tot nu toe vertoonde rijgedrag wordt ook de doorgetrokken streep volledig genegeerd. Ja, hij loopt. Want ook in dit drukke verkeer vindt de bestuurder dat hij sneller moet en lapt daarbij alle regels en de veiligheid van een ander aan zijn laars. Kijk, daar gaat hij weer. Ja, dit wordt link, hoor. Dan gaan we er maar een eind aan maken. Ja. Dan doet die gauw zijn gordel om. Ja. Dat is een goddelijk niet om. Dus ik vind het genoeg om zijn rijbewijs in te vorderen, hoor. Want dit gaat natuurlijk helemaal nergens om. Dag meneer, mijn naam is Vincent. Ik ben van de verkeerspolitie. Even de volgende. Ja, ik weet, ik heb veel verkeerde dingen gedaan. Ja. Ja, maar het resulteert er wel dat je rijbewijs kwijt bent. Rijbewijs kwijt. Ja. Op grond van het feit dat wij allemaal hebben gezien. Op de oprit zien we je aankomen. En waarom je het doet, ik heb geen flauw idee, maar prak je hem voor ons de oprit op. Dan gaan we de snelweg gaan we op. Nou, die richtingen wijzen. Ik denk dat die optioneel was, want die gebruik je niet. Ja, ik weet, ik heb niet echt perfect gereden. Nee, ja, ik weet dat ik fouten heb gemaakt en wat u hebt gezegd, daar heb u gelijk in. Ja. Waarschijnlijk staat alles ook op beeld. Ja, en dat wou ik je even laten zien. Nee, ik geloof... Ik moet toch administratie doen. Dus ik zou zeggen, maak van de gelegenheid gebruik. Stap even aan de bijrijderskant in. Mijn collega die gaat even tijd dan laten zien aan je. Goedemiddag. Hey. Hallo, René. Ja, mijn collega heeft al het een en ander uitgelegd. U bent bewust... Ja, ik ben bewust. Ik heb gewoon te hard gereden. Kijk, dit is de oprit naar Barendrecht. Zit u al heel dicht op uw voorganger. Geeft u geen richting aan, ziet u? Ja. Nou, dan gaat u in één keer door. Zie u dat u aan het slingeren bent? Ja, ik kwam door die auto. Ik dacht dat... Ja, maar dat doet u het hele verkeersbeeld. Dus kijk, nou in één keer weer. Geen richting. Geen richting aangeven. In één keer door. We zijn nu al aan het meten. Ik heb echt verkeerd gereden omdat ik haast heb. Ja, ben u er wel bewust hoe gevaarlijk dat u nu aan het rijden bent? Als ik nu kijk naar wat er achter mij komt, dan zie ik wel dat het gevaarlijke bewegingen zijn. En zag u dat op dat moment niet? Had u dat niet in de gaten? Op dat moment, eerlijk gezegd, had ik een gevoel van ik rijd de auto. Ik weet wat er naast me is, ik weet wat er voor me is. En weet je, de rem is onder mijn voeten. Ik kan de beweging naar links maken. Als je dat kan, dan doe je dat. Ja, maar dit is wel een heel geval apart natuurlijk. Kijk, hier zit u weer zo dicht op die voorganger. En dit wordt gewoon een spelletje. Ja, die meneer, ik weet niet. Die meneer, hij wou volgens mij met mij racen of zo. Nou nee, kijk, u daagt hem hier al uit. U gaat heel dicht op hem zitten. Ik denk maar een meter, twee meter. U bent kilometers ben u bezig. Met zeer agressief rijgedrag. En dat voor andere weggebruikers komt dat natuurlijk heel raar over. Nee, dat klopt. Dat is gelijk. Dat is gewoon, ja, kijk, maar nu kijken wat u nu doet. En dan haalt u hem rechts in. U zit hem gewoon van de weg af te duwen. Zie? Nou, dat ziet hij ook. Hop, kijk. Nou gooi hem er gewoon voor. Dan moet hij vol aan in zijn ankers. Klopt, en dat is volgens mij het punt dat hij dacht van, wat doet hij nou? Ja, maar we zijn er nog niet. Klopt. Nog maar het begin. Het wordt nog erger. Nog veel erger. Kijk, zit hij weer achter die Volvo. Had hem eerst rechts ingehaald.
Nou zit hij weer even achter. Kijk, nou gaat hij over de vluchtstrook. Ja, dat kwam eigenlijk door deze vrachtwagen. Want ja. Die man die bleef maar op die middelste rijstrook. En iedereen ging hem rechts inhalen. Dus ja, ik ging erachteraan. En toen ging die vrouw die voor mij was, die ging ook naar rechts. En ik dacht, ik moest echt op die vluchtstrook gaan. Anders was om het een aanrijding te voorkomen. Ja. Ja, ja, ja. En als je je gas los had gelaten. Maar jij wil en moet en zou daartussendoor gaan. En dan maar over de vluchtstrook. Want als jij je gas los had gelaten, had je naast ons komen rijden. Want er reed helemaal niemand. En dan had alles opgelost geweest. Maar kijk, nou komen we voor de Benelux tunnel. Dan krijg je het laatste nog. Voordat we zeiden van nou wordt het toch te gek. Hup, dan gaat hij alweer over een doorgetrokken streep heen. Weer achter die Volvo zitten te drukken. Nou wil ik er eigenlijk voorbij gaan. Maar wat doet u? Hup, ineens een beweging weg ben je ineens. Naar rechts weer. Zonder richting aangeven. Kijk eens, over het witte puntstuk. Nou zijn we nou eens over. Want ja, dit wordt te gek. Is het u duidelijk? Als ik zo mezelf zie rijden, dan zie ik echt dat ik verkeerd bezig ben. Ja. Normaal rijd ik niet zo, maar ik had echt haast. Ja, maar kijk, er is een verschil tussen haast hebben en gewoon als een maloot rijden. Als je dit nou ziet, dan kan je niet zeggen van, nou ja, weet je, ik heb een beetje snel gereden, want ik had haast. Want je laat zoveel overtredingen zien en zoveel... Overtredingen, dat zeg je zelf. Ja? Kijk, ja? Overtredingen zijn geen maloot acties. Maar niet. Zijn er overtredingen? We hebben toch naar hetzelfde filmpje zitten kijken, of niet? Ja. Ja, nou dan. Ja, oké. Als je ziet dat je dat met dat puntstuk, maar voor die tunnel. Ja. Als iemand daarvan strikt, dan rij je me zo de vangrail in. Dan ga je over de vluchtstrook rijden. Je gaat op een halve meter achter iemand zitten. Je gaat iemand afsnijden, rechts inhalen. Ja, dat is allemaal verkeerd regelen. Ja, maar dan zijn we het daar toch over eens dat het wel een klein beetje onder in de categorie idioot valt, of niet? Ja, van vandaag wel. Nou, wat ik je al zei, hè, het rijbewijs dat is ingevorderd. Ja. Dat gaan wij opsturen naar het CBR. Het CBR gaat kijken of jij nog wel in staat bent om fatsoenlijk die auto te kunnen besturen. Voor het rijden op de vluchtstrook. Het gebruik maken van het puntstuk en het rechts inhalen, daar krijg je procesverbaal voor. Voor de rest wat we hebben gezien, hè, dus het meer dan 10 keer geen richting geven, snelheid die meerdere malen te hoog ligt, onvoldoende afstand houden, geen gordel dragen, want die trok je net om toen je voorbij kwamen. Dat gaat in het verbaal wat wij opmaken mee naar het CBR. En ik denk dat er zelf ook wel een cursus aan gaat zitten. Oftewel de zogenoemde EMG, hè, executieve maatregelgedrag. Ondanks dit ga ik je toch hand geven. Ja, en beterschap hoop ik. Ik hoop niet dat dit de normale rijstijl is. Gaan wij weer verder? Oké, hey, dankjewel. Deze agressieve rijstijl met de een na de andere overtreding kost de man zijn rijbewijs. Daarnaast krijgt hij diverse boetes en mogelijk een EMG-cursus.